BVC 12 krijgt van de gemeente Bergendal 275.000 euro voor de aanleg van een kunstgrasveld, ledverlichting en extra maatregelen aan twee natuurgrasvelden. De velden van BVC 12 hebben ondanks een renovatie in 2009 vaak problemen. Velden zijn drassig en er is vaak onderhoud nodig. Door wateroverlast op de kleiige ondergrond moet er regelmatig wedstrijden worden afgelast. In de komende vijf jaar moet er in ieder geval op de huidige twee natuurgasvelden extra maatregelen worden genomen om wateroverlast tegen te gaan. En met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld moet het risico op het afgelasten van wedstrijden afnemen. Volgens de KVB-norm hoort ook op een trainingsveld veldverlichting te staan. De gemeente wil daar LED-veldverlichting en trekt daar 25.000 euro voor uit.